zit hij dan met al zijn bubbels in de regen? Hey YouTube vrienden en welkom bij een nieuwe video. Ja, ik ben echt net uit bed. Ik heb super kleine oogjes. Het is wel weer licht, maar dat is toch wel even geen vroeg. Dus het kan ook gewoon licht. Het kan ook gewoon al 1 uur 's middags zijn. Je weet het niet. Nee, grapje. Het is net 10 uur geweest. Dat is nog laat. Sommige mensen moeten heel vroeg uit bed. Maar goed, werk. Hè? Ik ben nog steeds druk op zoek. Maar vlog vind ik ook leuk. Dus als jullie even allemaal gaan kijken, abonneren, dan kan ik daarmee inkomen van genereren. En dan hoef ik niet meer te werken. Is dit mijn werk? Zou ik leuk vinden. Maar goed, ja, gewoon een baan dat verdient meer. Zuur. De vloer raakt. Ik sta hier, want ik ga even sporten in onze eigen sportkamer. Kijk, we hebben een roeimachine, daar kan je even de warming-up en de cooling down op doen. Even 2 keer een kwartiertje. En dan ja, hebben we de bank. Nou, je kan voor je kippenvleugeltjes, noem ik dat altijd, de zijkant gewicht heffen. Je kan je billen doen als je je hakken hieronder doet. Dan ja, kan je voor je bilspieren. Nou, als je andersom gaat zitten, je doet je enkels hier tegenaan, dan train je je benen. Dan kun je hier nog een ding ophangen. Dan kan je hem zo naar je toe trekken. Dus dat is voor je armen. Ja, je kan jezelf je buikspieroefeningen doen. Dan klem je benen erachter en dan moet je zelf omhoog komen. Voor de rest hebben we nog gewichten die je kan gebruiken. Ook gewoon op de halterbank. We hebben een wieltje voor buikspieren nog. Oh ja, deze plank die moet je er ook op doen als je gaat voor je armspieren zo. En dan hebben we daar nog een hula hoop liggen met een gewichtsbal. En dan hebben we hier nog een hele attributen. Dit is om je handen sterker te maken. Een springtouw. Dit is om, kan je achter de deur haken bijvoorbeeld. Dan kan je je armen doen. Je biceps, je triceps. Nou, dit net zo. Elastieken voor om je benen. En dan kan je een squash doen of je benen uit elkaar om te trainen. Dus dit is onze sportkamer. En dat ga ik nu even doen, een uurtje. Ja, dat is ook weer wat anders, jongens. Ik zwem, ik sup, ik loop hard soms. Ik ben altijd wel een beetje bezig, maar nogmaals, ik hou gewoon meer van eten. Dat is wel... Nou goed. Ik ben back af. Ik ga nog even hula hoop jullie zagen. Mooi dat die camera's hier rondom haar zijn. Dan kan je het gewoon gebruiken voor de vlog. Maar ik ga de video even editen, want dat heb ik nog niet gedaan vandaag. Effie is nog aan het sporten. Dus weet ik niet dat ik het aan het filmen ben. Nee, nu is het stil. Jammer. Nou goed, ik ga beginnen met editen en even uitrusten. Ik weet niet of jullie het horen, maar ze heel wat aan het meezingen. Nou, let's go. De video is aan het renderen of aan het opslaan, aan het verwerken. Dus met het, wat jullie er wat van begrijpen, maar renderen is wel het werkwoord dat we hiervoor gebruiken. Dus de video is nu aan het opslaan en aan het verwerken. En met deze ultrasnelle computer is het tegenwoordig super snel gedaan. Voorheen deed het gewoon meer dan een half uur. En hij gaat nu in een minuutje klaar zijn. Dus 29 minuten winst op een dag met een snellere computer. Betaal je dan ook wel een redelijk groot bedrag voor. Maar ja, het gaat er wel sneller door. En ja, het is gewoon leuk om te hebben, te bouwen. En ja, mijn werk gaat er gewoon sneller door. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En dan mag het wel wat geld kosten. De oven staat aan en we gaan even een lekker broodje eten. Nice. Ik ben al helemaal uitgerust van het sporten, dat is wel weer fijn. Maar ik voel nu wel dat mijn beentjes al beginnen te branden. Dus dat is goed. Ik heb meteen alles even gedaan. Gehoelehoept, getouwtjes springt. Gewichten gedaan. Even wezen groeien, maar ik krijg zo'n kramp, jongen, op dat ding. Minder dan een minuut. En hij is al klaar. Bijna. 100% zegt hij, maar dan moet hij... het deuntje doen. Nou goed, even lekker gesport. En vanavond ga ik wel lekker eten. Want Effie gaat straks de deur uit. Gaan even chillen met vriendinnen. En er is geen eten geregeld bij de picknick. Dus ik moet zelf wat verzinnen. Dus dat wordt waarschijnlijk sushi. Lekker man. Ik hem ook erg weer nodig scheren. Ik had dit laatst al gedaan, want ik zat de vlog te kijken en waar ik hier plukte groei en hier... Ik heb echt een onconstante baard geworden, aangezien ik een beetje dik ben. Lijkt het dat het hier nog heel veel vuil zit, maar als je zo kijkt, loopt het precies op elkaar glijden. Dus ik dacht, nou, ik moet dit ook maar even weer een beetje gaan trimmen, maar het wordt nu ook hier alweer veel te lang. Broodje variatie, hagelslag, chocoladepasta, pindakaas en jam. Lekker. 10 hours later. Ik heb lekkere sushi besteld voor avondeten. Mocht ook wat naar het sporten. Ja, echt heel veel. Het is altijd weer te veel. Ik krijg altijd een gratis rol bij deze. Dat is altijd wel... Dan krijg je even 8 gratis stukjes erbij. Dus dat, ja, dat wordt dan snel te veel. Maar goed, als je gratis erbij krijgt, waarom zou je het dan weigeren, toch? Kijk, ik heb hier een lekkere... Ja, wat is het? Met zalm erin en dan gefrituurd. Dat is natuurlijk niet heel gezond. En hier hebben we nog... ja, allemaal speciale rolletjes en allemaal lekker andere stukjes. En hier de gratis rol, nog de tempura rol, die er ook super lekker uitziet. Nou goed, ik ga even tv kijken en lekker smikkelen en... Nee, ik denk niet dat ik straks de deur nog uit ga. Ik ga lekker uitbuiken op de bank, denk ik, vanavond. Ik heb de jacuzzi aangezet, dus ik ga vanavond nog lekker in de jacuzzi. Dat ga ik doen, er rijdt een dikke auto voorbij. Is goed. Nou, ik ga even lekker eten, anders wordt het koud. Dat is mijn vriend Henk. Nee, in ieder geval, ik heb echt super lekker gegeten. Natuurlijk veel te veel. Ik heb zo'n gedeelte in de koelkast gezet, want... Ook al heb ik gewoon redelijk goed bewogen vandaag met hula hoop, touwtjes springen. Alles erop en eraan. Het is echt... Ja, te veel. Je bestelt altijd te veel sushi, maar het is altijd al te veel lekker. Ik heb nog geluid, jongens. Wat moet ik hiermee? Nou goed. Ik ga nu wachten tot het wat donkerder wordt. En dan zal de hot-up jacuzzi zo wel klaar zijn. Veel zoveel afleiding voor mij. Is goed, nou, maar goed. Ja, de jacuzzi zal straks wel lekker warm zijn al. En dan als het wat donkerder is. Het is nu nog licht buiten. Het is nu weer heel licht. Dus straks heel wat geregend. Het is echt een soort periode van het jaar dat het niet aan één stuk lekker weer is, zeg maar. Het is nog net of het is heel koud zoals nu. Of het is alweer boven de 25 graden. Of het regent of het onweert. Dus je kan er echt niet niks van op aan. Maar in ieder geval de jacuzzi hot-up ding staat aan. Ja, wat is het eigenlijk? Jacuzzi. Bubbels. Bubbels is jacuzzi. Hot-up is gewoon een warm bak water. Maar die heb ik aanstaan en die zal zo wel warm zijn. Maar ja, nog even wachten op tot het donker is. En dan ga ik weer gaan zitten. Even een uurtje, anderhalf. Chillen. Het is altijd goed voor mijn spieren. Ja, het echt lui, hè? Dat zal ze vast niet van mij hebben. Het is inmiddels keihard aan het regenen. Maar ja, dat maakt niet uit, want ik word in de jacuzzi toch nat. Dus, ja, geen probleem. Het regent echt hard. Het zou minder hard regenen. Maar goed, ik heb me even klaargemaakt. Parapluutje, kan mijn handdoek even droog liggen. Mijn telefoon kan even droog liggen. En ik ga gewoon lekker in chillen en naar de wolken kijken. Want sterren zullen we wel niet zien met dit weer. Zit hij dan met al zijn bubbels in de regen? Het is niet minder hard gaan regenen of zo, maar... Ja. Alleen mijn kop wordt koud. Ik loop even mijn kop onder water. Is die ook weer warm? Ik was net een beetje TikTok aan het kijken en ik dacht, nou dan doe ik wel even een parapluutje op. Als ik paraplu boven mijn hoofd, zou ik een beetje TikTok te vermoeden. Maar het is wel een vibe, mensen. Lekker in de regen, in een warm bad, buiten. Heerlijk. Ik heb echt heerlijk gedoucht. Even het chloor eraf. Er stond toch altijd een beetje chloor in. Ik ga even met Effie lopen en dan ga ik op bed. Ik zal morgen echt even schreeuwen. Het begint te kietelen, jongen. Het is niet normaal. Ik kan niet tegenaan haar op mijn hoofd, net zo. Dus eigenlijk alweer heel lang. Dus moet er binnenkort ook maar even weer wat aan gaan doen. Maar dit kan ik zelf. Mensen, dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke vlog vonden. Vergeet niet te abonneren, die blauwe duimpjes omhoog te doen. En dan zeg ik zoals altijd, tot morgen. En ik check jullie laters.